Wij hebben het niet meegemaakt. Onze ouders hebben het ook niet meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog. 75 jaar geleden was de Tweede Wereldoorlog voorbij. En dat herdenken we dit jaar. Vandaag ontmoeten we een beroemd iemand die de Tweede Wereldoorlog als kind heeft meegemaakt. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven. Oorlogswinter. Superspannend boek. Vandaag ontmoeten we Jan Terlouw. Kijk eens aan. Hallo, ik ben Rens. Rens, hallo, ik ben Jan Terlouw. Hallo, ik ben Cato. Dag Cato. Gaan we gezellig samen naar Zwolle? Zeker. Met de trein? Ja. Oké. Okay. Jullie hebben boeken die mij bekend voorkomen. Ja, zeker. Gelezen? Ja. Heel mooi. Vond je het mooi? Heel mooi boek, ja. Nou, er staan een heleboel dingen in die ik heb meegemaakt. Of die mensen vlak in mijn buurt hebben meegemaakt. Want dit was het station van waar ik vanaf 1943 in Zwolle naar school ging. Ja. Toen ik zo oud was als jullie, 11 jaar. En nu gaan we dat met z'n drieën doen. Ja. Ja. Leuk. De laatste keer dat ik met die trein naar school ging, deze trein die hier zo dadelijk komt, in Hattemerbroek, dat is tussen hier en Zwolle, kwam er een vliegtuig. En die cirkelde er over de trein heen en de trein stopte. Want die machinist wist, hij gaat op me schieten. Hij stopte, het vliegtuig deed niks tot wij er allemaal uit waren. We zijn allemaal uit de trein gelopen, het bouwland in. En toen zijn we daar gaan zitten kijken hoe dat vliegtuig gaat in de locomotief schoot. Zo op 100 meter afstand, dat was veilig genoeg. En toen zijn we teruggelopen naar huis en toen kon het niet meer met de trein naar school. Ja, dat waren gebeurtenissen. Kun je nu niet meer voorstellen. Vond u het moeilijk dat u niet naar school kon? We zaten tussen twee kazernes waar geregeld werd gebombardeerd. Ja, dan denk je niet zo erg meer aan school. Nee. Dan heb je wat anders aan je hoofd. Ja. Moesten we steeds wegduiken. Onder de trap en later in de schuilkelder. Enzovoort. Ik weet nog dat er woonden mensen die we goed kenden met 3 kinderen van mijn leeftijd. En die zaten vlakbij die kazerne. En op een dag, wij zaten nog een schamele boterham te eten, kwam dat hele gezin totaal overstuur bij ons binnen. Want er was gebombardeerd en in hun huis. Dat was een meisje, zo van jouw leeftijd. En die had op de wc gezeten, gek verhaal, maar net was ze even naar de wc. En er kwam een granaat door de zijwand, bijna over haar knieën. En de andere zij werd er weer uit. En vreselijke dingen maakten we mee. Ja. En het hele huis was verwoest. En dan hebben ze een poos bij ons in huis gezeten, het hele gezin. Heeft u ook veel van dat soort dingen meegemaakt? Er gebeurde voortdurend iets. Als er iets bewoog, een auto of een trein, dan kwam er een jager. De Engelsen, de geallieerden, die zaten al ten zuiden van de rivieren. Dus die konden met hun Spitfires en hun jagers makkelijk hier komen. Ja. En als ze zo'n vrachtauto zagen, dan tet. Ze wilden alle vervoer stilleggen. Ja. En ook die trein werd beschoten. Nee, dat is fijn dat jullie dat niet meemaken. Ja, ik hoop dat dat zo blijft. Die treinen die waren toen iets minder mooi dan nu. Er waren houtere bankjes. Maar ze reden net zo en net zo hard ongeveer. Dat is nog niet heel erg veranderd. We moeten hier vlak in de buurt zijn. Ja. Dat ziet er nu toch wel allemaal een beetje anders uit. Ja. Maar ja, dat is ook, weet ik veel, 75 jaar geleden, hè? Ja. Was u bang toen u uit de trein moest? Nou, niet zo, want we wisten, dat gebeurde vaak. En we wisten dat die piloten die wachten tot alle passagiers weg waren. En dan schoten ze pas op de locomotief. En toen kon ik een jaar niet naar school. Er was geen trein meer, geen fietsen meer. IJsselbrug was kapot. Dat was, ja. Een hele goede middag, beste reizigers. We naderen het station Zwolle. Verwacht aankomsttijd is 15:36. We komen aan op spoor 1A. En toen na de oorlog, meteen in 1945, toen was er ook geen vervoer. Dan gingen we altijd liften naar school. Ja. En iedereen nam je mee.
En een half jaar later was er een vrachtauto waar we dan achter in de school gingen. En als de school uit was, liepen we naar de IJsselbrug. Dat was een pont. De brug was kapot. En dan gingen we... Iedereen nam je mee. Ze wisten, er is geen vervoer. Ja. Dus. Ach ja, die oude IJsselbrug. Ja. Hij zal er zo ongeveer zo hebben uitgezien, voordat hij verwoest werd en later weer opgebouwd. Hoe is dat verhaal dan precies gegaan? Ja, ik weet het niet meer precies. Toen ik in 1944 niet meer naar Zwolle kom, toen was hij er nog wel. Maar er werd heel streng gecontroleerd op die brug door Duitsers, mensen die naar de andere kant wilden. En toen is hij later een keer in elkaar gebombardeerd, in die laatste oorlogswinter. En toen kon je al helemaal niet meer daar naartoe, natuurlijk. Ja. Herdenkt u vaak? Ach, die oorlog is een deel van mijn leven. Ik ben wie ik ben omdat ik die oorlog heb meegemaakt. Maar je herdenkt natuurlijk vooral op speciale dagen. Op 4 mei, dodenherdenking, 5 mei, bevrijding. Zo'n bevrijding vergeet je ook nooit meer, natuurlijk. Ineens komen daar soldaten die vrienden zijn en niet vijanden. Geweldig, vergeet je nooit meer. Ja. En als ik nou zo met jullie hier ben, dan komt het ook allemaal weer terug. Ja. Dan denk ik, ja, want het is natuurlijk zo intensief geweest. Dat herinner je je dan ineens. En toen is de film Oorlogswinter gemaakt. Toen kwam ik hier ook een keer aanrijden, toen er opnamen waren. Ja. En die hoofdrolspeler, die zag ik daar staan op zijn rug. En die had net zo'n jekkertje aan als ik in die tijd. Ja. Het leek alsof ik mezelf zag staan. En op die brug, daar hadden ze allemaal acteurs en die liepen. En soldaten met geweren op de schouder. Nou, het kwam allemaal weer terug. Ja. Dat is op deze brug opgenomen? Dat is hier opgenomen, ja. Is het belangrijk om de gebeurtenissen van de oorlog te herdenken? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want voordat je het weet, gebeurt het weer. Je moet heel erg vechten voor vrede. Je moet heel erg je best doen om de democratie te houden. Te zorgen dat er recht is in een land. Als je dat niet doet, dan kun je de vrede zomaar weer verliezen. Dus ik denk dat het heel goed is. En ook vind ik dat je dankbaar moet zijn voor de mensen die hebben gevochten, die hun leven hebben gegeven. Dat je het ook niet mag vergeten om wat ze hebben gedaan. Wat vindt u belangrijk tijdens een herdenking? Ik denk dat het belangrijk is dat je herdenkt, wat hebben mensen gedaan om te zorgen dat we nu kunnen leven zoals we leven? Of wat hebben ze nagelaten? Wat is er gebeurd? Als je dat blijft bedenken, en dat hoef je echt niet iedere dag te doen, maar wel van tijd tot tijd, dan denk ik dat je een bewuste staatsburger wordt die hoe langer hoe meer gaat begrijpen wat je wel moet doen en wat je niet moet doen om de samenleving goed te houden of beter te maken. Oh, sorry.